Ja, we geven mensen ook juridische hulp, dus dat maken we ook toegankelijk, want er ontbreekt heel veel kennis over de woningmarkt. Wat zijn nou eigenlijk de regels? Sommige contracten zijn niet goed opgesteld, waarom dan niet? Kun je daar iets tegen doen? Hoe kun je daar iets tegen doen? En ook om mensen aan te sporen om zich te organiseren. Dus ga niet in je eentje alleen voor jezelf opkomen, maar doe dat met een groep, met het blok waar jij in woont. En organiseer je samen, richt een actiegroep op, zet een Facebookgroep op, zet een andere. Zodat je niet alleen staat, kom in actie en laat zien dat je het hier niet mee eens bent.